En het kost de overheid rond 5 miljoen SRD om beleidsadviseurs uit te betalen die niet komen werken. Dit haalde minister Brandoso Mohardjo van Bisa vandaag aan in een interview met journalisten. Ambtenaren die werken voor hun geld hoeven zich niet druk te maken. Maar de bezoldiging van zij die niet werken zal volgens Mohardjo bevroren worden. Afgelopen week presenteerde hij in DNA een lijst met namen van 400 beleidsadviseurs die op het ministerie werkzaam zijn. De bewindsman zegt dat hij een circulaire rond heeft laten gaan waarbij deze ambtenaren worden opgeroepen zich aan te melden. Tot nog toe hebben niet eens 40 personen zich volgens hem aangemeld. Het publiceren van de lijsten heeft voor veel ophef gezorgd. Mohardjo benadrukt echter dat hij de lijsten met namen van de beleidsadviseurs niet heeft gepubliceerd. Dat betekent dat 300 nergens te vinden zijn. Misschien hebben ze zich vandaag aangemeld, maar die rapportage heb ik ook niet. Dus ik wil graag de mensen die werken geruststellen. Oké, alles prima, je werkt voor het land, je doet een goede job. Maar als je niet werkt, ga ik je loon laten bevriezen. De mensen die zich wel aanmelden, wil ik toetsen. Want de beleidsadviseur is niet zomaar. Beleidsadviseur moet je competenties hebben. Je moet rapporten van mij kunnen schrijven. Je moet me adviezen kunnen geven. Als jij niet voldoet aan die toetsing, dan gaan wij ook voor jou een andere oplossing zoeken. Ik heb het niet overgebracht. En ambtenaren zijn publieke figuren. Dus ik weet niet precies wat er naar buiten is gebracht. Ik heb ook de lijsten daarna niet meer. Ik heb de kranten daarna ook niet meer bekeken. Maar mocht er mensen zijn gekwetst, dan is dat niet de bedoeling geweest. We moeten de boodschap niet vergeten. De boodschap is dat er honderden onterecht tienduizenden per maand verdienen. Dat is de boodschap die ik wilde overbrengen. Want het volk vraagt steeds, waar is het geld naartoe? En daar is een van de plekken waar het geld naartoe is. Mohardjo kan geen beeld vormen van hoeveel mensen er werkzaam mogen zijn op het ministerie, maar geeft wel aan dat er daar duizenden mensen te veel zijn. Hij merkt op dat veel van deze mensen onterecht zijn aangetrokken. Wat er wel is gebeurd bijvoorbeeld, normaliter zet je op de begroting, ik ga zoveel mensen aannemen. Nu, zowel op de begroting van 2018 als die van 2019, is ongeveer 50 mensen aannemen. Dan hoe in hemelsnaam kan je duizenden aannemen? Dus ik wil daar terug op gaan wat ik zei in het parlement. De mensen die onterecht zijn aangenomen, moeten echt terug naar hun partijgebouw. En niet terug naar hun partijgebouw om te vragen om een rechtszaak te beginnen tegen de staat. Om een rechtszaak te beginnen tegen hun eigen mensen, want ze zijn voor de gek gehouden. En dat stoort mij. Want die mensen die werk willen hebben, hebben dat. De meesten hebben werk nodig. Sommigen niet. Sommigen verdienen 10.000 en zijn bedrijven van grote, directeuren van grote bedrijven. Maar het gros heeft het werk nodig. Maar ze zijn voor de gek gehouden door hun partij. Minister Brandoso Mohardjo van Bisa. Hij sprak vandaag enkele journalisten toe naar aanleiding van het publiceren van de namen van de beleidsadviseurs.